Van Hilversum naar Den Haag. Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen doen maar liefst 6 Hilversummers mee. Dat wil zeggen, zij staan op de lijst van een politieke partij. Wie zijn zij? De komende week ziet u 6 kennismakingsgesprekken met hen. Vandaag spreken we met Anneke Tromp van NL Beter. Nou, Anneke, welkom. Dank je. Bedankt voor het komen ook. Nou, Stel jezelf voor de kijker even voor. Mijn naam is Anneke Tromp. Ik ben logopedist van beroep. Woon en werk 20 jaar in Hilversum. En ben kandidaat voor de nieuwe politieke partij NL Beter. En 20 jaar zeg je in Hilversum. Mm-hmm. Niet geboren Hilversum nee. Dus. Nee. Waar kom je oorspronkelijk vandaan? Amsterdam. Ja. Oké. Okay. Wat doet u in het dagelijks leven? Ik ben logopedist en ik heb een praktijk hier in het Gooi eigenlijk. De hoofdlocatie zit in Hilversum. En ik heb een aantal mensen in dienst. En wij verzorgen de logopedie van, nou, laten we zeggen, van 0 tot 104. Okay. Dus iedereen die een logopedisch probleem heeft, en dat kan zijn met slikken of met praten, of dat je moeite hebt met je stem of met je adem, of dat je niet zo goed hoort. Ja. Daar helpt een logopedist bij. En dat kan dus zijn als je een pasgeboren babytje bent, kan je daar problemen mee hebben tot dat je hoogbejaard bent. Ja, dus echt geen specifieke doelgroepen, heel breed. Alle doelgroepen. Ja. Mooi. En als stel u wordt gekozen en u komt de Tweede Kamer in. Wat zou u dan van uw huidige achtergrond meenemen? Ja, ik ben zorgverlener, zoals dat in vaktermen heet. En mijn drijfveer om in de Tweede Kamer te willen komen, met de partij althans, mm-hmm. is dat ik vind dat de gezondheidszorg beter kan. En ik zou graag willen zorgen dat mensen die zorg nodig hebben, ook de juiste zorg op de juiste plek krijgen. En juist die mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Is dat ook de reden dat u de politiek in bent gegaan? Ja, omdat ik me nogal erger aan wat er gebeurt. Enerzijds zie je heel veel mensen die zorg mijden, zeker op dit moment. Hè. Mensen durven niet zo goed naar de huisarts. Mm-hmm. Maar ook voordat we last hadden van corona, waren er hele grote groepen mensen die niet zo goed naar de dokter durfden. Onder andere vanwege het hoge eigen risico wat ze moeten betalen. Dus je ziet zowel jong als oud zie je zorg mijden. Mm-hmm. Mensen weten de zorg niet zo goed te vinden. Zonder onaardig te willen zijn, is de macht van de zorgverzekeraars erg groot. En vind ik de marktwerking in de zorg een aanfluiting. En ik denk dat dat anders kan en dat het met name beter kan. Ja. Mooi. Hoe lang bent u nu werkzaam in de politiek? Ik ben redelijk groen. Redelijk groen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, sinds een paar maanden. Vorig jaar zomer heb ik NL Beter ontdekt. En ik dacht, nou, dat is een mooi partijprogramma. En eigenlijk zijn dingen een beetje aan het rollen gegaan. En ben ik door de partij gevraagd om mij kandidaat te stellen. Ik draai al wel heel erg lang mee in de logopedie. En ik heb ruim 15 jaar hier in eigen praktijk. Ik ben daarnaast voorzitter van de werkgeversvereniging logopedie. Dus ik bevind mij al veel langer op een wat ander niveau dan alleen maar puur zorg verlenen. Mm-hmm. Maar kijk veel verder dan alleen maar het loket van zorg, maar ook het loket van werkgever. Het loket van hoe kan het anders in de zorg. Ik probeer in gesprek te raken met zorgverzekeraars, maar dat is erg moeilijk. Mm. En ben ook betrokken bij wat gemeentelijke instanties en andere zaken. Mm. Wel een frisse blik dus eigenlijk dan. Hè? Als u zegt van, ik ben groen, ik ben nog maar net begonnen. Mm-hmm. Hoe kijkt u daar naar? Nou ja, kijk, ik denk dat het heel erg goed is dat er in allerlei organisaties, maar zeker ook in de politiek, af en toe nieuw geluid te horen valt. Ik ben me ervan bewust dat je als nieuwkomende partij misschien niet alle kandidaten, dat die een zetel zullen krijgen in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Maar al zou het er maar 1 of zouden het er 3 zijn, dan denk ik dat het heel erg mooi is dat er nieuw geluid komt. En met name, waar mijn hart ligt bij de zorg, dat daar gewoon beter naar wordt gekeken. Omdat ik denk dat als je een betere welvaart wil hebben voor de mensen, de burgers van Nederland in het algemeen, het begint bij goede gezondheid, bij een goede leefomgeving. En daar loop ik warm voor.
En u had het net even over die lijst. Mm-hmm. Op welke plek staat u precies? Nummer 9. Nummer 9. Ah, mooie plek op zich, hè? Hoe reëel acht u de kans dat u gekozen wordt? Nou ben ik erop attent gemaakt dat Arjan Lubach afgelopen zondag met veel humor de lijstduwers heeft bekeken. Mm-hmm. Ik acht de kans klein, maar je moet ergens beginnen. En ik hoop heel erg dat er 1 tot 3 zetels in ieder geval komen. Dat zou ik echt prachtig vinden. En ik blijf uiteraard betrokken. Mooi. Ja. Ik heb al een klein vermoeden, maar mocht u gekozen worden en u zou de keuze hebben, naar welke portefeuille zou uw voorkeur dan uitgaan? Zorg? Ja, zoiets vermoed ik al. Welzijn, ja. Ja, mooi. Nou, dan heb ik even een hele, hele specifieke Hilversumse vraag. Mm-hmm. Als u gaat winkelen, gaat u dan naar de stad of naar het dorp? Ik winkel niet zoveel. Het ligt er een beetje aan wat ik nodig heb. Ik mag heel graag naar de markt gaan, zeker 1 keer in de week. Mm-hmm. Ook wel in het dorp. Het hangt er een beetje vanaf van wat ik nodig heb. Dus ja. Dat maakt mij eigenlijk niet uit. Maar als u het centrum ingaat, dan noemt u dat wel, ik ga het dorp in en niet ik ga naar de stad. Ik denk dat ik toch de stad zeg. Oh, ja? Maar dat heeft ermee te maken dat ik uit Amsterdam kom en dan zeg je de stad. Ja, de stad, denk ik. Stad. Ja. Maar we zijn geloof ik geen stad, hè? We hebben geen stadsrechten. We zijn een dorp, ja. Heel goed. Goed, dan had ik nog eventjes een vraag over de partijnaam. Mm-hmm. Hè, want het is NL Beter. En daar ben ik eventjes heel erg benieuwd, beter dan wat? Is dat niet een redelijke open deur? Wat willen we allemaal? Ja. Is dat de insteek? Ik denk dat je moet zien uit het ene oogpunt dat wij vinden dat Nederland beter kan. Maar beter staat ook voor een betere gezondheid. Hè? Wat ik net zei, beter leefklimaat en betere zorg. Dus ik denk dat je het op verschillende manieren kan interpreteren. Oké. Mag ik je vragen om 1 minuutje even aan de kijker te vertellen waarom ze op NL Beter, maar ook specifiek waarom ze op u zouden moeten stemmen? Ja, dat mag. Ja. Gaat u gaan. Ik denk dat NL Beter een mooie partij is, omdat de 3 speerpunten van het programma vooral zijn een betere leefomgeving, een betere gezondheid en een betere zorg. Dat welvaart beter en eerlijker wordt verdeeld en dat die mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, dat ook daadwerkelijk krijgen. Het zou prachtig zijn wanneer we een soort van nationaal verzekeringsfonds krijgen. Het zou heel erg mooi zijn wanneer er veel meer wordt ingestoken op preventie. Ik maak in mijn eigen praktijk mee dat mensen de middelen om niet ziek te worden niet vergoed krijgen, maar een dure ziekenhuisopname wel vergoed krijgen. Ik vind dat er een heleboel beter kan, ook in het onderwijs. Dat we moeten, en met de partij ben ik dat natuurlijk eens, maar dat wij moeten zorgen voor een goede beroepsbevolking voor de toekomst. En dat we niet alles moeten afwentelen op de volgende generaties, maar dat we moeten zorgen dat de volgende generaties weer goed voor zichzelf en voor ons kunnen zorgen. Dankjewel. Alsjeblieft. Mag ik je hartelijk danken voor het komen? Graag gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging nogmaals. Ja.